Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video Future Stars. Ze zijn er en Martinelli is bijna de beste kaart. Ik zeg bijna, want 3-ster boeit niet zo. Die upgrade is goed. Alleen hij heeft 64 reactions en 60 composure. Dat gezegd hebben, we gaan hem ons nog een keer kopen. We gaan hem ons nog een keer proberen, want het is fucking Martinelli. Er zitten een paar heel erg goeie bij. Een paar waar ik erg blij mee ben. Er is heel veel nieuws dit seizoen. Ik had mijn rewards al geclaimd, zodat ik nog even in Rivals kon spelen. Want ik had gezegd dat ik bijna deze had. Ik heb er nog 2 gespeeld. Ik moet nog 5 Rivals wins. Nog 14 voor Champs wins. En dan hebben we dat. Je hebt die upgradable Eudekaart, wat echt heel erg sick is. Je moet dus eerst 3 goals scoren met middenvelders. Dit is niet gelimiteerd aan een bepaalde game mode. Dus je kan het in friendlies doen tegen een vriend. Dit kan tegen een maat. Dit kan tegen een maat. Dit kan tegen een maat. Dit kan niet tegen een maat. Sommigen dan weer wel. Het is wel heel erg nice hoe je deze kaart kan unlocken uiteindelijk. Het is een erg, erg goede kaart naar mijn mening. En ik ga hem zeker weten gebruiken. Dat wordt leuk iets. Dit is hetzelfde als met Orsic. Weer in divisie 4 of hoger. Erg, erg fan hiervan nogmaals. Alle swap tokens, wat betekent dat je niet hoeft te wachten. Als je wil grinden, dan kan je dat doen. Dit is voor mij heel chill, want mijn basisteam nu is überhaupt al first owner. Dus die heb ik in ieder geval. En de rest is allemaal wat te doen. Ik ben wel tevreden mee. En 12 games in champs is mooi. Dat halen we ook gelijk deze week. En voor de rest, erg, erg goed van die season progress is ook nieuw. In de zin dat, dit is allemaal standaard. Zo lane spelen, allemaal leuk en aardig. Waar ik fan van ben, is naast dat ze gewoon weer mid-season spelers hebben. Ik zou hier zelf denk ik voor El Shaarawy gaan. Want deze guy, tenzij je via hebt, linkt natuurlijk voor geen meter. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Iniesta. En Kalu kan leuk zijn voor League 1 objective als rechts mid, maar is niet de meest denderende kaart. We kunnen hem best wel missen. De season 30, level 30 spelers zijn Akanji, Milinkovic-Savic. En trouwens, een duimpje omhoog op deze video zou enorm gewaardeerd worden. Vergeet vooral niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Afgelopen 2 video's doen ze het erg goed. Daar ben ik er super dankbaar voor. En hopelijk kunnen we dat zo houden. Maar ik denk dat ik hier... Akanji is leuk. Het hangt er vanaf hoe lang ik nog denk een Babu te hebben. Want hij kan een leuke link zijn om een Babu een keer in een team te hebben. En voor Bundesliga Objective, Serie A, middenvelders geloof ik wel. Kovacic. Niet dat Kovacic slecht is, maar de kaart is gewoon niet heel bijzonder. Dat is allemaal... Het is allemaal een beetje net niet, in mijn ogen. Niks tegen Chelsea en Kovacic natuurlijk, want er zullen mensen zijn die dat denken. We hebben player picks nog. Er zit niet echt wat bij deze week waar ik nog echt iets uit hoop te krijgen. Maar we krijgen wel degene die wel goed is. Dus dat is erg welkom. We gaan hem ook gewoon nemen natuurlijk. Ricardo Pereira, 86 rated. Eén van de beste van deze week. Erg mooi. Tweede kan dan... Kan zijn dat hij niet heel goed... Pick. Oh. Ik denk dat ik de beste 2 krijg. Ik denk dat ik de beste... Weet je, we tellen Playa niet mee, want die heb ik al. Ik geloof dat er 1-88 speler is in dit Team of the Week. Normaal gesproken kijk ik dit niet. Maar ik moet dit even zien, want volgens mij heb ik oprecht de 2 beste. Misschien, er is 1-88, dat is sowieso. Hier is Ilicic en Insigne. Insigne is niet heel goed. Dus we kunnen wel zeggen dat ik de 2 beste heb. En dat is gewoon erg lekker. Daar kan ik erg tevreden mee zijn. Oké, we hebben 8 packs. Ik ga nog Firmino zo kopen. Ik had het nog niet gedaan, want heel veel mensen zeiden dat op vrijdagavond de prijs het laatst zou zijn. Paniek en zo, yada yada yada. Weekend League is met 24 uur verlengd, waar ik ontzettend blij mee ben, kan ik je vertellen. Ik denk niet dat we een Future Star speler gaan packen, dat verwachten we ook niet. Het zou wel erg fucking lachen zijn, maar het is handig trouwens. Ik ben heel erg benieuwd. De spelers, naar mijn mening tot nu toe, zijn alright. Hij is naar PSV. Degelijke keuze, I guess. Weet je, dan kunnen ze in de zomer een echte linksback halen. Ik ben tot nu toe fan van wat EA, hoe ze deze promo begonnen zijn. In mijn mening is het goed. De servers zijn helaas wack. Het feit dat vrijdagavond moest gebeuren, voor mij vanavond dus. Gewoon een normale bordenspeler. Braziliaans, CM, Arthur? Nee, Paulinho. Ook prima. Er is een SBC-speler, ook daar zullen we zo nog bij komen. En ik weet wel wie het is namelijk al. En hij is niet verkeerd... Alleen, het is er niet eentje waarvan ik zeg, hier moet je nou echt coins aan uitgeven. Weet je wel? Het is een leuk speler en voor de fans wel nice, maar het is niet een kaart waarvan ik denk, moet je doen. Oké, kom op. Champions League walkout, dat kan iedereen zijn dan. Duits, please, wees dan Kroos of Snow. Nee, Kimmich. Ja. Oh, dat is 87. Nee, 86. Toch? Ja, dat is niet onaardig, toch? Hij is untradable, dus hij gaat sowieso naar SBC, maar hier ben ik niet ontevreden mee. Ik weet niet of La Liga erbij zat voor de swappen leagues. Zeg maar voor wat je moet doen in Rivals. Maar een Vidal is altijd welkom natuurlijk. Zeker omdat ik die gewoon nog niet had. Oké, nog 2 Rare Megas.
Nee, nog 3 rare megas. En dan 200 capex die we gaan openen. Natuurlijk, we gaan ze niet sparen of zo. Het is niet zo dat we denken dat team 2 beter wordt en dat we daar packs voor sparen. Oh, wacht. Oh, ik krijg er één. Yo, we krijgen er één. Frans. Spits? Welke is dat? Oh, Dembele. Moest er Dembele. Oké. Go on. Niet verkeerd. Ik wist niet dat die nog steeds 23 of jonger was. Ik dacht dat die onderhand al 24 of 25 was. Yo, sick. We hebben er gewoon één. Niet de allerbeste natuurlijk. Sterker nog, ik denk één van de min. Hoe oud is hij? Ah, hij wordt 24 jaar. Hij is letterlijk 23. Zijn we net aan de threshold. Yo, deze kaart met Havik of Marksman is best wel heel erg nice. Yo, misschien dat we hem een run geven in de Wicked League. Misschien. Of we gebruiken hem als wissel, wie weet. Maar we hebben er in ieder geval één. Dus ik heb mijn titel. Ik heb mijn titel, jongens. En daar ben ik hartstikke blij mee. Oké, kom op. Laat eens zien. Krijgen we er nog een? Waarschijnlijk niet. We moeten niet overmoedig worden. We krijgen gewoon weer een bordspeler. Prima. Kom maar door. Frans. Linksback Digne. Ik kan het niet zoals Nepente zeggen. Ik zou het Sils graag nadoen. Maar zijn uitspraak is gewoon iconisch daarmee. Prima. We hadden natuurlijk nog steeds heel veel spelers niet. Vanwege die eerdere vanwege de upgrade packs toen met Team of the Year. Dus alles wat we nu krijgen is mooi meegenomen. Een tweede Future Star speler zou natuurlijk leuk zijn. Het is fijn dat we hem untradable hebben. Gewoon dat we hem in ieder geval een keer gaan uitproberen. Jammer dat we hier geen border speler op zijn minst uitkrijgen. Maar het is nou eenmaal zo. Piszczek en Dombele allemaal hartstikke welkom. Piatek gaat natuurlijk een transferkaart krijgen binnenkort. Die is naar Hertha. Man United lijkt Igalo te gaan halen. Wat betekent dat ze heel erg wanhopig zijn voor een spits. Oké, kom op. Walkout op zijn minst. Nee, gewoon weer normale borderspeler. Of inform. Spaans. LB. Ik zag Benfica logo nog. Dus dat is Grimaldo. Niet het einde van de wereld. Ook niet echt iets waar je heel erg warm voor loopt natuurlijk. Dit is allemaal niks waard. Je gaat me niet wijsmaken dat het wel zo is. 6800 coins. We zitten over de 1,9 miljoen. Nee, we gaan het echt zo meteen wel uitgeven. Oké, kom op. 200 kp. Nog eentje. Dat niet. Een walkout in vorm. Oké, leuk. Kom maar door. Nederlands. Welke is dat dan ook alweer? Spits. Oh, Luc de Jong. Gadverdamme. Sorry, geen fan van Luc de Jong. Zal ik ook nooit worden. 2 informs. Is erg welkom. Wacht, heeft deze dan ook? Nee, dit is al geglitcht. Mensen die zijn red pick hadden, kregen hem met 5-star weak foot. En dat heeft hij natuurlijk niet echt, maar kennelijk wel als je hem zo krijgt. Dus, dikke priem. De legend. Hij is echter niet veel waard. Dus we zullen hem quick sellen, puur omdat ik hem al heb. Nou, zoals gezegd, nieuwe SBC in de vorm van deze mooie skin. Helemaal niet verkeerd qua wat je ervoor moet doen. Een 83 met 80 en een prem speler. Geen informs, dus dat is prima. En het is geen rampenkaart. Alleen wat ik ook met veel van die Future Star spelers heb, is het zou chill zijn geweest als ze een weak foot slash skill moves upgrade hadden gegeven. Ze deden het toen voor Cazorla, ze deden het voor Diego Costa. En het zou leuk zijn geweest bij sommige spelers als ze dat ook voor Future Stars hadden gedaan. Het is een prima kaart. 3-star en medium is niet ideaal. Het is ook niet vreselijk. Maar het is meer dat hij excelt niet echt ergens in. Je kan hem marksman geven of Havik of sniper gewoon. Dat is ook prima. Er is niks mis met deze kaart. Er is alleen ook niks echt crazy aan deze kaart. Ik hoop dat die finesse shot even met die 99 curve kan dat nog een handig iets zijn in het twee spits systeem. Jovic, ik voel me bijna geneigd om hem te halen. Ik kwam tegen Div 2 Rivals gisteren. En die kaart was behoorlijk goed. Zoals gezegd, echter, gaan wij ook Firmino kopen. De Screen Firmino. Ik ga niet tot morgen of zo wachten. Want althans voor mij morgen, voor jullie is dat dan waarschijnlijk zondag zo tegen de tijd dat jullie dat zien. Maar ik wilde wel gewoon laten zien welke spelers we gaan halen. Ik hoop dat die niet al te duur is inderdaad. 9,29. Maar die is waarschijnlijk al weg als ik dit doe. Nou ja, is er nog. Met hoeveel verschil is die de goedkoopste? Niet veel toch? Nee, niet veel. Hij is er nog wel en hij heeft schaduw. Het is eigenlijk wel nice. Ik koop deze gewoon. Fuck it. We kopen hem gewoon. Kijk, qua iconcam, als we heel eerlijk zijn, was er natuurlijk altijd maar één echte optie, man. Koning van Istanbul. I don't really care. Oh god, als ik Istanbul nu verkeerd heb, dan sta ik voor lul. De reden dat ik hem voor 6,54 koop is, die position changes zijn bijna meer waard dan het daadwerkelijk kopen voor 4k meer. Deze jongens hebben me goed gediend. Uitstekend. Geweldige spelers. Alleen het is tijd voor dit weekend een kleine upgrade. Nou, het is natuurlijk, we gaan sowieso nog een keer het team weten te fixen waarin Perisic en Goretzka kunnen starten. Dat is erg nice. Dat is zeker iets wat we gedaan gaan krijgen.
Maar dat is niet dit weekend. Hop, hij daar. Dat is hartstikke mooi. En dan daar Haji. En dan gaan we hem ook nog, als het even lukt... ik heb nog een jager in mijn club. Dus dat komt erg, erg, erg mooi uit. Op dit moment. Please zeg dat ik hem nog heb. Dat heb ik zeker nog. Alrighty. Kijk eens aan, mensen. Dan is dit ons team voor deze Weekend League. En dan wil ik niet opscheppen of interessant doen. Maar dit is wel een tering lekker team. Het is een heel goed team. Ik weet niet... Zal ik Dembele als wisselbal gebruiken? En Goretzka? Kan ook. En Pereira? Kan ook. Ik heb een luxe probleem. We hebben het heel goed, in ieder geval. Dat is één ding dat zeker is. We kunnen deze twee gasten wel weghalen nu. Het is niet zo dat ik bronze benchte per se. Het was gewoon meer van... Ik had geen andere wissels. Dat was het meer voor mij. Orsic als wissel, dat zeker. Die zullen we nodig hebben. En dan nog... Geen van die gasten. We zetten hier wel gewoon Goretzka neer. Dat gaat huge zijn. Dit team gaat het doen. Hopelijk kunnen we hier gewoon even easy gold 1 of zo mee halen. En dan zien we verder wel. Aouar is awesome. Je kan hem niet meer halen natuurlijk. Maar als je twijfelt of je, als je hem hebt en je twijfelt of je hem in je team moet gooien. Hij is nagenoeg perfect. Het enige wat nadelig is, is die 3-star weakfoot. Want hij komt heel vaak op de goede plek. Alleen de 3-star weakfoot kan best wel hinderlijk zijn soms. Niet extreem, maar het is wel gewoon iets dat je merkt, weet je wel. Dus dat is wel irritant. Big fan hiervan. Echt nice dat we dit hebben. Dit zou wel eens een heel goede Weekend League kunnen worden. We gaan de tijd nemen, natuurlijk. Hij is met 24 uur verlengd. Wat voor mij ook ideaal is, dat ik dat vandaag op vrijdag al druk genoeg. Dus het is fijn dat we wat extra tijd krijgen. Maar dit kan wel eens... Dit kan heel goed worden. Voor de rest... Hey, we nemen natuurlijk alle tijd. Misschien dat ik zo meteen offscreen al wat dingen ga doen in friendlies voor die Eurocard. En dan zien we wel. Dan zien we wel. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. En als het zo is, doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik hoop... Ik weet niet. Laat ik het zo aan jullie vragen. Ik heb dus deze Weekend League al. Zal ik deze halen? De Ultimate Pack voor 300 Champs wins. En zeer binnenkort zullen we ook de Ultimate Pack hebben voor de 300 Rivals wins. Zullen we die allebei openen bij dit Future Stars team al? Of zullen we hopen op een goed tweede team? Want er komt een tweede team. En het daarvoor bewaren. Zodat we wat meer packs daarvoor hebben. Laat me dat weten in de comments. Dat zou erg gewaardeerd worden om dat te weten. En dan zie ik jullie hopelijk binnenkort weer bij een nieuwe video. Joejoe.